Before we start, please pay attention. If anything falls into the water, this report is immediately to one of our employees. Fotograferen en filmen is niet samen, graag zonder flits. Don't use the flash during filming and photography. Thank you for your cooperation. Thank you.
Hado. Zoals je ziet kun je ook duimelaardolfijnen tegenkomen op deze rivier. De duimelaar is de meest bekende dolfijnensoort. Als je verder de zee ingaat, kom je nog veel meer dieren tegen. Dit is bijvoorbeeld een bruinvis. En het is een van de kleinste tandwalvissen die er zijn. De allergrootste dolfijn is deze, de orka. De orka is een van de natuurlijke vijanden van de duimelaar. En de orka komt in alle zeeën en oceanen voor. Maar de orka is niet het grootste dier in de zee. Want de allergrootste is de blauwe vinvis. Met een lengte van soms wel meer dan 30 meter. Deze walvissen hebben dan wel een hele grote mond. Maar ze eten alleen hele kleine kevers. Die ze met hun paneelen uit het water voeten. Laten we nu de dolfijn eens dichterbij bekijken. Dolfijnen gebruiken hun borstvinnen om mee te sturen. Net als hoe wij het stuur op onze fiets gebruiken. De rugvin zorgt ervoor dat ze stabiel kunnen zwemmen. Daardoor blijven ze mooi rechtop door het water voortbewegen. De sterke staartvin gebruiken ze als motor om hoog te springen en snel te zwemmen. Zo kunnen ze snelheden tot wel 40 kilometer per uur halen. Zullen we eens laten zien hoe krachtig hun staart is? Dolfijnen zijn zoogdieren. Net als mensen ademen ze met hun longen. De longen zijn verbonden met het blaasgat boven het oog. Je kunt dit blaasgat een beetje vergelijken met onze neus, maar dolfijnen kunnen niet ruiken. Net als leeuwen en tijgers zijn dolfijnen roofdieren. Door middel van sonar kunnen dolfijnen zelfs in het donker op hun prooi jagen. Niet door te kijken, maar door te luisteren. Dolfijnen sturen kleine klikgeluidjes uit vanuit hun voorhoofd. Als deze klikgeluidjes weerkaatsen tegen bijvoorbeeld een vis, dan vangen ze deze geluidjes met hun